De veroordeling van ex-legerleider en huidige president Desi Bouterse is een zware klap voor de NDP. Dit heeft partijtopper Ramon Abrahams gisteren meerdere malen gezegd tijdens een spoedvergadering in Osseer. Bouterse is door de krijgsraad schuldig bevonden voor de moord van 15 tegenstanders van het toenmalige regime. De opgelegde straf is 20 jaar onvoorwaardelijk. Volgens de rechters heeft Bouterse als bevelhebber een belangrijk aandeel gehad in de executie van de slachtoffers. Hij heeft dat steeds ontkend, maar de krijgsraad is ervan overtuigd dat er voldoende bewijs is tegen hem. De nabestaanden zijn blij met de uitspraak, maar de volgelingen van Bouterse zijn niet te spreken hierover. En vandaag is eigenlijk op een, bijna kan ik zeggen, een schaamteloze wijze, heeft men eigenlijk een veroordeling uitgesproken. Men heeft gewacht op het moment dat de president van het land bezig is het land te vertegenwoordigen bij een van de grootste naties in de wereld, grote economische macht, om eigenlijk de man te vonnissen voor 20 jaar. Voor het eerst denk ik in de wereld dat een zittende president ook veroordeeld wordt. En natuurlijk kunnen wij als partij dit niet accepteren. En de voorzitter heeft dus duidelijk gevraagd voor kalmte en rust tot hij terug is. Maar wij als organisatie zullen ons moeten bewegen op onze eigen wijze. En vandaar dus de meeting van vanavond waarbij we onze gekozen structuren hebben opgeroepen om morgen te mobiliseren om onze president waardig te ontvangen in Suriname. Ramon Abraham stelt dat de veroordeling een politieke uitspraak is. Hij zegt dat NDP'ers op verzoek van president Bouterse voorlopig nog kalm zullen blijven. Abraham stuurt tegelijkertijd een ernstige waarschuwing in de richting van degenen die dit rechtsproces achter de schermen aansturen. Wij dingen die wij niet graag zouden willen doen, ja. Maar men moet ons dus niet dwingen. Dat is duidelijk. Het is voor de mensen die weten wat ze hebben gedaan en waarmee ze bezig zijn. Is dat de antwoord? Ik ga verder daar niet op ingaan. Het spreekt voor zich. Daar moeten we aan denken, want wij weten het niet. Mag het. Ze mogen het vertalen zoals ze willen. De oppositie die heeft intussen al gezegd, de president die moet aftreden, want er is een vonnis. Hoe reageert u daar? We zullen kijken. Hij komt en dan zullen we kijken wat hij daarvan zegt. Nou, wat vindt u daarvan zelf? Wat gaan die uitspraken van de oppositie? Nou, elke oppositie gaat willen dat de zittende president weggaat. Als dat gaat gebeuren, is een andere zaak. U ligt nu wakker daar? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Hij gaat rustig slapen vanavond. Hij ook. Ik heb hem ook gesproken in China. En hij gaat een goede nachtrust tegemoet, zegt hij. En hij komt hij is op binnen 48 uur in Suriname. En dan zullen we zien hoe we verder gaan. Eén ding is zeker, we gaan gewoon door. De instructies. Estrego moro para, caro Danaí. NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams gisteren na een spoedvergadering in Osseer. Hij is net als de overige partijleden niet te spreken over de veroordeling van ex-legerleider en huidige president Desi Bouterse. Om solidariteit te tonen zal het staatshoofd warm onthaald worden door de achterban op de Pengelluchthaven wanneer hij terugkomt van zijn staatsbezoek aan China.